Een van de genomen maatregelen om het coronavirus te beteugelen is het voor de tweede keer dit jaar sluiten van de scholen. Kinderen zitten dus weer thuis en krijgen online les. Ouders zijn veelal gedwongen om ook thuis te werken en krijgen er plotseling een taak bij. Zij zijn opeens de thuisjuf of thuismeester van hun kinderen. Hoe loopt dit? Lukt het? Loopt het van een leien dakje of ondervinden kinderen en ouders toch problemen? We vroegen het aan de familie Huinen in Vilt. Danny Huinen, moeder van vier kinderen die hier alle vier zitten te studeren. Zelf ben je werkzaam, ook in het onderwijs op Adelante. Je moet ook nog online thuis lesgeven. Hoe krijg je het allemaal geregeld? Nou ja, Henk, dat is wel een uitdaging, maar ik denk dat ik daar niet de enige in ben. Ik hoor van heel veel verschillende gezinnen dat het een uitdaging is. En het is roeien met de riemen die we hebben. Wat lukt, lukt. En soms gaat het iets minder. En soms is het lesgeven met een kleuter op de schoot erbij. Goed, we hebben gelukkig al wat grotere kinderen. Dus die zijn wel zelfstandig, dat scheelt een heel stuk. En die grote kinderen, die grotere kinderen, kunnen die ook een beetje de rol overnemen om de jongeren te onderwijzen? Of heb je zoiets van, nou, dat doen we toch nog niet? Nou, het onderwijsstuk misschien niet zozeer, maar wel praktische hulp bieden. Dat doen ze wel onder elkaar. Ja. En dan kan de oudste, kan de jongste wat helpen. En wat bezighouden met momenten, dus dat lukt wel. Zijn jullie ook voorbereid op een eventuele verlenging van de lockdown? Ook dat is een uitdaging. Maar goed, het loopt nu. De kinderen hebben hun eigen werk, hun eigen weektaak, hun eigen apparatuur. Dus ze kunnen aan de slag. Ja, de uitdaging zit er zelf wel een beetje in, dat met je eigen werk het combineren. Ja, want dat levert een probleem op volgende week. Ja, precies. Ja, want onze school gaat weer gedeeltelijk open. Hetgeen betekent dat ik dus gewoon uit huis ook weer ben. En hier dus vier kinderen zelfstandig moet achterlaten. Dus het is wel moeilijk. Bart, jij zit op OBS Berg, groep 8. Geef eens commentaar. Hebben ze op school goed geregeld het thuiswerken voor jou? Ze hebben het erg goed geregeld wel. Leg eens uit. Ja, ze geven wel genoeg leerstof. Nog één. En dan kan je het wel allemaal maken in de week. Ja, en moet je ook juist dingen bestuderen? Krijg je ook toetsen of zoiets? Nee, gewoon wat lessen. Dat is even niet. En stel je voor dat het nou langer gaat duren dan 19 januari. Dat vertellen ze, dat het misschien langer gaat duren. Ja. Vind je dat een probleem of heb je zoiets van, ja goed, het moet maar. Nee, ik vind het niet per se erg, maar ik vind het op school wel leuker. Mara, jij bent de oudste van het stel. Je zit op verpleegkunde, vierste college in Maastricht. Mis je het niet dat je niet naar school kunt? Ja, ik vind het wel jammer. Ik mis de contacten wel en zo, maar ik kan me wel beter concentreren thuis. De uitleg, die is er nu natuurlijk niet, die je normaal op school krijgt. We krijgen ongeveer 3 keer in de week krijgen we les en dat krijgen we nu online. Dat gaat best goed. En de rest van de week, wat doe je dan normaal op school? Nu hebben we thema 6, over de ouderenzorg en dat is een werkstuk maken. Dus dat gaat heel makkelijk thuis, gelukkig. Toes, 3 ja. HAVO. Mm-hmm. Stel het maar eens in Meersen. Vind je niet vervelend dat je niet naar school kunt? Nee, want ja, met dit weer hoef ik dan niet naar school te fietsen. Dat is wel fijn. Maar mis je niet het contact met je medeleerlingen, uitleg krijgen in een klaslokaal enzovoort? Ja. Uitleg in een klaslokaal is wel handiger dan online les hebben, dat wel. Ja, en wat vind je nou, als je nou zou mogen kiezen, wat zou je het liefste willen? Altijd online of altijd op school of combinatie? Toch altijd op school dan, liever. Toch altijd op school, ja.